Rolf, gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. Hoe moeilijk is het om te spelen tegen een ploeg twee dagen nadat je al tegen ze gespeeld hebt en met 32 punten gewonnen hebt en je ziet dat ze met 6 man zijn? Hoe is het dan om je spelers nog te motiveren terwijl je eigenlijk weet dat je gaat winnen? Ja, hoe moeilijk is dat? Dat is in principe natuurlijk niet moeilijk. Alleen we zien te vaak dat het dan toch wel moeilijk wordt. Dus dat is eigenlijk het juiste antwoord. En daar hebben we het voorafgaand aan de wedstrijd hebben we het over gehad natuurlijk. Mm-hmm. En dan schiet Apollo gewoon veel open ballen raak. En dan ben je net niet agressief genoeg. En dan begin je eigenlijk een beetje slap. Ik denk dat we dat goed op hebben gepakt ergens in het midden van de eerste helft. Toen werd het eigenlijk, ik denk, 14 punten. En dan denk je even dat je er bent en dan staat het 4 punten. Nou, daar hebben we het ook weer over gehad in de rust. Ja. Ik denk dat de tweede helft duidelijk was. Ik denk dat we 9 punten tegenkregen in het derde kwart. Ja, daar was de wedstrijd gespeeld. Ja, volgens laat je ook iedereen spelen en heb ik gewoon doorgeroteerd. Nou, maar uiteindelijk ongeveer 20 punten verschil. Ja. Nou ja, spelers zijn in ieder geval fit voor dinsdag op Sergio Nadan. Hoe lang gaat het met Sergio nog duren, denk je? Ja, weet ik niet. Dat is moeilijk in te schatten. In ieder geval is het de MRI-wers positief, dus dat is denk ik het belangrijkste. Oké. Okay. Ja. Dus met wat voor mindset ga je naar Duitsland? Jou kennende en de Amerikanen kennende, denk ik, we gaan gewoon winnen daar. Nou, we gaan gewoon precies hetzelfde doen als we alle andere wedstrijden hebben gedaan. En dat betekent dat we het goed gaan voorbereiden. En dat hebben we hier bij de thuiswedstrijd met Würzburg zeker gedaan. En uiteindelijk leren van de vorige wedstrijd. Dus dat gaan we nu doen. Morgen gaan we vertrekken en dan gaan we kijken hoe we dat gaan inrichten. Ik heb al wat tape gezien van hun laatste wedstrijd tegen de Turken. Was niet zo goed van hun. Nee. Maar oké, de Turken hebben ook wel vooruitgang laten zien, denk ik, in deze hele poolfase. Dus kijk, op zich is het wel lekker dat je naar Duitsland gaat. En in ieder geval het gevoel dat je zeker naar de volgende ronde gaat. Maar voor de rest denk ik dat we dezelfde motivatie moeten hebben en laten zien en van daaruit gewoon weer verder naar die wedstrijd spelen. Ja, precies. Als je eerste of tweede wordt in een pool, je komt in een andere pool terecht. Als je eerste wordt, kom je met één andere nummer 1 en met twee nummer 2's. Maar het niveau in sommige pools is natuurlijk ook gewoon hoog. Ik denk dat het hele niveau hoog is. Het maakt niet zoveel uit of je naar eerste of tweede wordt, tegen wie je komt. Nou, ik wil daar nog wel echt goed naar kijken, maar dat heb ik expres tot nu toe nog niet gedaan. Dus ik heb alleen maar naar de tegenstander gekeken. En ik zeg ik, maar dan bedoel ik de staf. Ja. En ik denk dat het wel belangrijk is om even te kijken in wat voor pool je komt. Volgens mij is Kataya en Bak en Beers is een pool waar we inkomen als we verliezen. Ja. En de andere pool heb ik niet helemaal op mijn netvlies. Dus ik denk dat het wel handig kan zijn om daar nog eens even goed naar te kijken. Maar in principe gaan we daar naartoe om gewoon te winnen. Ja, precies. Voor mij was het ook de mogelijkheid dat je in een van de twee pools misschien tegen Saratov zou kunnen komen. Waar Den Bosch dan tegen gespeeld heeft. Ik had gezien dat je in pool L in ieder geval, in pool L kom je met Kataya Basket, die heeft zich in ieder geval geplaatst. En als je eerste wordt, kom je in een pool waar in ieder geval een Bulgaarse ploeg zich geplaatst heeft. Voor de rest is het allemaal nog open. Ja. Dat ligt een beetje aan van die laatste wedstrijden en dergelijke. Toch in ieder geval weer 6 wedstrijdjes extra. 2 wedstrijdjes voor de kerst nog. Ja, en dat is mooi. En waarom? We hebben in het begin van het seizoen als doelstelling neergezet om internationaal te spelen. En een van de achtergronden was om te leren en te ontwikkelen. Ik denk dat dat heel goed gelukt is. Dat hebben we ook laten zien. Ik denk dat de wedstrijd in Oradea uit gewoon heel erg goed gelukt is. 1 qua voorbereiding, maar 2 qua uitvoering. Mm-hmm. Gisteren de tape nog even gekeken, was ik heel erg positief over. Dus dat heeft het ons al gebracht. En dat hoop je eigenlijk de volgende 6 wedstrijden weer te bereiken. Dat is een van de doelstellingen. Het moet ook wel eerlijk zijn dat er een doelstelling bij komt. En dat is gewoon dat wij willen proberen om naar de volgende rondes te gaan. Ja, precies, de laatste 16. Ja, als je ziet hoe we op dit moment meespelen, dan is het niet onrealistisch om te zeggen dat je naar die volgende ronde wil. Nee, morgen met de bus. Ik geloof 9 uur vertrek of zo. Ja. Kun je in de bus ook nog iets van voorbereiding doen met het team of individueel? Nou, dat gaan we niet in de bus doen. Dat gaan we gewoon daar ter plekke doen. En we hebben al veel voorbereid, dus dat is geen punt. En iedereen kan zich de wedstrijd hier nog van herinneren. En we hebben alle aanvallen best wel toen goed doorgelopen, dus dat zal nu ook gebeuren. Dus voor de rest is maar eens even reizen. En kijk, dat hoort er ook bij. En we hebben natuurlijk ook naar Roemenië gereisd. Dus je leert ook te reizen en spelen. Ja, precies. Wat dat betreft zit het allemaal dicht achter elkaar. Ik bedoel, je bent natuurlijk al prof als speler, maar het is natuurlijk helemaal zo als je om de 2 dagen speelt. Heel vervelend kan het ook niet zijn, tenzij je natuurlijk met wat pijntjes komt.
Nee, dus dat is hartstikke goed. Hè? Ja. Ik kan mezelf nog herinneren dat ik het lekker vond om veel te spelen. Kijk, voor een coach is het ook wel eens lekker om wat te trainen. En te trainen met een volwaardig team. Omdat je dan de tactieken nog iets extra in kan brengen. Dus dat is wel een beetje een uitdaging in deze tijd. Als je om de dag speelt en ook wat vrije dagen geeft, is het lastig om bepaalde spelletjes goed te lopen. Ja. En dat zag je bijvoorbeeld vandaag. Ik vond vandaag onze speldiscipline lager dan we gewend zijn. Ja, precies. Maar daardoor kon Amsterdam misschien ook wat bijblijven. In ieder geval zeker in de eerste helft met die 44 punten. Wat natuurlijk best wel veel is eigenlijk. Ja, nou, dat vond ik met name iets verdedigends. Dus als ik het over speldiscipline had, dan bedoel ik met name even de aanval. Ja. Verdediging vond ik puur iets van agressiviteit. Dat was gewoon te laag in de eerste helft. Ja, nee, helder. Dankjewel. Ik zou zeggen succes in Duitsland. En we spreken elkaar donderdag in ieder geval hier weer. Ja, dankjewel. Dus. Patrick, welkom. 6 man. 2 dagen geleden 32 punten verloren. Met wat voor mindset kom je naar Leiden? Nou ja. Ja, dat, kijk, ik ben nu natuurlijk als coach een beetje gaan switchen van waar moet ik de nadruk nu op gaan leggen. Het is heel belangrijk nu dat we goed spelen en dat we zorgen dat de flow in de game komt en dat we naar andere dingetjes kijken. Leiden is gewoon een stapje te groot. Dus dat, we proberen gewoon vandaag goed te basketballen en... Eerste helft denk ik heel goed gespeeld, dus daar was ik heel tevreden over. Ik denk dat als je ziet dat we 23 turnovers gooien. Thompson, Watson en Worthy zijn natuurlijk grijpgrage handen, dus je moet oppassen. En, dat vond ik dat we heel slecht deden en voor de rest vond ik het eigenlijk, we hebben het onder de 20 gehouden of het is 22, 21. Ja, ik vond het eigenlijk niet eens zo slecht. Dat klinkt misschien heel raar. Je verliest met 2-21. Maar ik kijk nu naar andere dingen. We zijn, ik denk dat als we in januari weer een beetje compleet zijn, dat ik moet gaan kijken waar we weer wat wedstrijdjes gaan winnen. En, daar concentreer ik me nu iets meer op dan het feit van dat we moeten winnen. Want dat gaat niet gebeuren, denk ik. Nee. Je sprak afgelopen vrijdag na afloop nog tegen mensen. Zei van het is een soort verlengde pre-season wat we hebben. En dan we pas ergens in december misschien een keer gaan basketballen. Ja, weet je, december hoop ik Aaron weer terug te kunnen verwelkomen. En ik hoop dat ik Jesse ook tegen die tijd weer een paar kleine minuutjes kan geven. Morgen komen al die jongens uit Amerika weer terug. Ja, we moeten gewoon rustig aan weer een beetje bouwen. En dat is heel vervelend, want daar had ik aan het begin van het jaar natuurlijk hele andere gedachten over. Ja, precies. Die Mayone viel natuurlijk vorige wedstrijd uit aan het eind van het eerste kwart. Enkel blessure. Ja. Zal ik wel een paar weekjes had je het over? Ja, ik denk dat ik had hem vanmorgen even of gisteren even op de WhatsApp. En toen zei hij van ik kon niet lopen gisteren. Dus ik denk niet dat hij binnen een week weer op het veld staat te hobbelen. Dus laten we hopen dat hij 2-3 weken, ik denk dat het zoiets wel wordt. Maar ik ben geen fysio, dus ik zou ook niet weten eigenlijk. Nee, nou, het is natuurlijk wel zo dat na volgend weekend begint natuurlijk de window voor het Nederlands team. Ja. Dus dat komt dan eigenlijk wel goed uit. Dan heb je geen wedstrijden en dan kan die mee herstellen. Aaron misschien weer aansluiten bij een trainingtje. Ja. Jesse vlak daarna. Ja. Jongens van Amerika kun je een beetje inwerken. Je bent natuurlijk geen internationals kwijt. Nee. Dus je hebt nog weer toch op het programma staan? Ja, we hebben donderdag en zaterdag Weert en Ares. Dus dat zijn Ares thuis en Weert uit. Ja, weet je, zoals we in de eerste helft stonden te spelen. En het zag er ook best wel gewoon goed uit. We schoten natuurlijk veel drietjes raak en dat helpt altijd. Hun stonden natuurlijk ook 3/4 in een zone. Maar het gaat een beetje om dat we tegen Weert moeten we gewoon hard spelen. En zorgen, we hebben dan natuurlijk een paar mannen bij, dus we hebben wat extra wissels. Dat zal ook wel helpen. Ja. En hopen dat we, als we een beetje redelijk spelen, kunnen we er in ieder geval een wedstrijd van maken. En laten we dan maar kijken hoe het gaat. Ja, nou, ik wens je veel succes. Bedankt. We spreken elkaar ongetwijfeld verder in het seizoen weer. Zeker. Dankjewel. Oké, top. Hi Darius, welkom. You can put the stats away, because the stats are great. It's a special treat for our fans from the live stream that we have an American player coming over. He didn't know that he was going to get an interview, but... You took him in here. Hey, I'm here. Let's do it. Okay. Hey, how is you are here now for a couple of months. How is life in the Netherlands? I mean, it's good. I'm really enjoying it. I love the people. I love the fans. I love our team. We're doing pretty good, I think. So it's been a great time so far. Yeah. I heard that it was actually the first time that you were out of Europe, out of the States.
No, I've actually been to Europe a few times. I've been out of my country a few times. I've been to Spain, the Bahamas, Costa Rica, and there's one more I'm forgetting, but I've been to a few places. Okay. When you were contacted by Leiden to play here, did you know anything about Dutch basketball? Not one clue. When they told me, I was like, I didn't know a lot of people play basketball out there. And then I started researching and looking up the city and people who've played here, and I like it a lot. So decided this was the best option for me. Did you know any of the players who played here before from America? No, Randy Will. I don't know. Yeah, Randy Will. Yeah, he's from my hometown. Well, he lives in my hometown now. So me and his son grew up together, and he had a great feel for basketball in the Netherlands. And he had a good feel for here, and I talked to him about it. He told me all about ZZ Leiden and how good of a fit it will be. And so far, he's been right. Randy played here in Leiden, for Leiden, in the 80s. It was called Elmex Leiden. Mm-hmm. Elmex is a sponsor thing like Zorg en Zekerheid, but a completely other branch. Mm-hmm. And Randy played here for 2 or 3 years, and later on he was coach in Den Bosch and in Rotterdam, so he knows a lot about Dutch basketball. Yeah. You're playing the Europe Cup. You're the top scorer in the Europe Cup at the moment. How do you like those games against foreign people? I mean, I think it's really cool because I didn't realize that ZZ Leiden didn't play in the Europe Cup the past few years. And so when they told us we have a chance to play in it, I mean, it's a huge event, and it's a big thrill for the fans and just the organization overall. Mm-hmm. I've seen you practice a couple of times, so also the first practice, and I see you play games here. And I'm wondering, I don't see you sweat that much, and suddenly there's a three-pointer, the game against Sakaria, you went bazinga in the last quarter, in the overtime, 4 three-pointers, 14 from the 17 points. Where is that coming from? I think that's just my personality overall. I'm always really calm, really relaxed. I don't get too excited, or I don't get too down on myself. So I think it carries over to the court. So when I'm out there, people always think I'm not playing hard, but that's just how I am. That's how I move. That's just my personality overall. When does your emotion appears? I think after the game against Zakaria, you should have been on top of the world. And you can't say, it's just a game. I mean, it was definitely a great game. I was really excited. I think the thing that gets me the most excited is seeing my teammates do good. That's what kind of gets me going. That's when you'll see me maybe doing a yell or getting excited. But I really like seeing my teammates get going. Yeah, I saw that the last Friday when Twan Polman hit the three-pointer. Mm-hmm. You were jumping from the bed. Wow. I'm excited for him. I'm cheering him on. That makes me happy. Mm-hmm. Okay, well, thank you for this time. Maybe we see you here for an interview after one of the new few home games we have. We have a lot in the coming days. Tomorrow at 9:00 bus. Yep, early. To Germany. Early to Germany. Okay. Hey, thank you. Yep, thanks for having me. Yep.